Er is geen reden om de ontwikkelingen ten aanzien van gronduitgiften bij het Sabaku-project stop te zetten. Minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer reageerde gisteren hiermee op een eerdere uitspraak van haar collega Riad Noor-Mohammed van Openbare Werken. Die stelde dat het project niet geschikt is voor uitgifte en verkaveling. Volgens Forswijk blijft het project lopen. De percelen zijn al uitgegeven en ik weet niet wat u bedoelt met stoppen. Maar als een perceel op de juiste manier, volgens de juiste procedure is uitgegeven, zie ik geen reden om het in te trekken. Forswijk zegt verder dat wanneer het gaat om collectieve projecten er geen sprake is van aanvragen die lang blijven liggen. Zaken worden gelijk aangepakt. Alles gebeurt via het ministerie. Men hoeft niet zelf in te dienen. Dus waardoor die zaken sneller worden afgehandeld dan de individuele aanvragen. Je krijgt maar één rapportage voor bijvoorbeeld een bepaald gebied van misschien 100 hectare of 50 hectare. Omdat het gaat om collectieve projecten van de staat. Forswijk zegt dat de individuele aanvragen worden aangepakt. Ook de achterstanden worden weggewerkt zodat mensen over een stuk grond kunnen beschikken.